Hi, ik ben Thomas in beursbox.nl. De laatste tijd zien we de goudprijs flink herstellen en vaak is het zo dat daarna zilver ook mee gaat komen. En juist dat laatste wil ik eens eventjes naar kijken en ik heb daar een aandeel voor geselecteerd. We gaan even naar Financial. We zien hier het aandeel Pan American Silver Corp. $14,26 is de koers op dit moment. En het bedrijf is $5,2 miljard waard. Er is op dit moment geen koerswinstverhouding, want ze maken blijkbaar geen winst. De target is 1960, dus dat is toch wel een 30% hoger als dat we nu staan. Dat maakt hem al interessant. Dan is de vraag of de target natuurlijk goed is, maar daar gaan we even vanuit. Dan gaan we kijken naar de houders van de aandelen. Dan zien we dat Van Eck maar liefst 12,5% heeft. BlackRock 3,7%. Vanguard 3,6% kleine. En ze zitten er dus in, maar het is met name Van Eck die er groot in zit. Kijken we naar de insiders, dan zien we dat die de options hebben. En dat ze die options hebben exercised, dus hebben ze aandelen gekregen. Maar ik zie hier geen verkopen. Dus dat, wat dat betreft, ze hebben de aandelen, hebben ze dus uiteindelijk gehouden toen ze die opties hebben verzilverd. Nou, dan gaan we naar de statistiek. Volgend jaar zou er een koerswinstverhouding van ongeveer 33 zijn. Dus dan komt er wel een winst. Dus dat is dan een positief verhaal. Er zijn natuurlijk profitability management effectiveness laag. Want er wordt nu geen winst gemaakt. De omzet 2,3 miljard. En dat is een groei van 78%. Nou kan dat zijn deels natuurlijk puur de omzetgroei. De omzet zelf. Het kan ook zijn omdat het zilver meer waard is geworden. Dat niet alleen het volume, maar ook de prijs daarmee omhoog is. Kijken we naar de earnings op dit moment. Die is diluted negatief. Er is geen groei gegeven. Ze hebben aan cash 440 miljoen en een schuld 823 miljoen. Maar vrije cashflow, vrije kaststroom 102 miljoen per jaar. Dat is dus netjes, niks mis mee. Dividend 2,8% en dat is dan 45% van de winst. En er is een short positie van 4,23%. Dat is wel vrij stevig, moet ik zeggen. En dus dat moet je even in de gaten houden. Analisten, 9 stuks. En wat zeggen die? Ja, 90 dagen geleden 73 cent, nu nummer 23 cent. Dus die zijn flink minder enthousiast. Dat is wel even opmerkelijk. Ook voor volgend jaar 92 cent wordt 77 cent. Dus in feite is die winstverwachting van dit jaar opgeschoven naar volgend jaar. Nou, dat kan te maken hebben met het feit dat zilver wat achter is gebleven ten opzichte van goud. Kunnen we zo ook even naar kijken, maar daar heb ik nu nog geen gegevens over. Kijken we naar puur de omzet, dan zien we dat die in 2020 1,3 was, miljard. 21 1,6 22, 1,5, maar nu 2 miljard. Dus we zijn al flink aan het stijgen met die omzet. En dan zien we ook de winst. Die was 360, 367. Vervolgens vorig jaar, heel slecht jaar, 48 miljoen. En nu 244. Dus we zijn op weg terug. Er lijkt toch iets gaande. Nou, dan eindelijk naar de grafiek. Dit is de maximale grafiek. En dan zullen we nog niet helemaal... Er zijn bij nu. We zien twee pieken, 2008, 2011. 2011 was die piek van goud. Toen heb ik ook mijn eigen goud verkocht, heb mijn huis van gekocht. We zien dat die pieken niet meer gehaald zijn in 2020. En we zien dat die koers behoorlijk omlaag is. Dus het is echt opmerkelijk veel lager dan dat het was. Dus dat is even wel een puntje om in de gaten te houden. Dan ga ik eens even kijken naar de laatste 6 maanden, dan zal die daling zo wel gezien hebben, dat zien we hier. En dan zien we de laatste tijd, hier zit een gap en het lijkt me niet onverstandig om pas in te stappen boven de 14,75. Dus dat maakt dat je dus kan zeggen van nou, wacht eventjes voordat je instapt. En dat is puur deze opening dat die gesloten is. En liefst end of day en dan de volgende dag. Het is puur om een stukje extra zekerheid in te bouwen. Omdat zo'n gap vaak, niet altijd, maar wel vaak een weerstand is die niet overwonnen wordt. Dus vandaar dat het verstandig is om dan even te wachten. Dus dat houdt erin. 14,75, daar moet die boven gesloten zijn en dan de volgende dag instappen. Zo kijk ik ernaar. Maar ja, je moet gewoon zelf kijken of je dat ook vindt. Dat is helemaal aan jou. We gaan eens even kijken naar de zilverkoers. Wat die heeft gedaan de laatste tijd.
En dat pakken we even hier, de zilverkoers. Ik weet niet waar ik nu precies terecht kom, wat makkelijk is of niet. Dat is één dag. We gaan eventjes de zilverkoers de laatste 6 maanden, dat is makkelijker. En dan zien we dat we in een laatste maand, dat we een flinke stijging hebben gezien. Is dat de laatste maand? Nee, want dat is, ja, de laatste paar dagen zelfs. Want we waren op, even kijken, december. 2 december waren we eigenlijk ook bijna op dit niveau. Nou, dat is al mooi dat je zegt van even wachten met kopen. Herstel is er wel, dat is eigenlijk de hoogte van 2 december. Zijn we bijna terug. Moeten we eigenlijk eventjes doorheen en dan zou dat beter zijn. Dit is kiloprijs in euro's. En dan zitten we op een kleine 750 euro per kilo. En ja, dat is hoger geweest als we dan gaan kijken naar een 5 jaar. Dan zien we dat hij hoger is geweest. Hij is nog veel hoger geweest, maar dat was 2008, 2009, mogelijk 2011. Dus ik denk dat het eerder 2011 zal zijn, maar die kan ik hier niet terughalen. Gaan we terug tot 5 jaar, dus dat is eventjes jammer. Maar ja, paars als aan de Pan American Silver. Voor een wat langere termijn kan het zeker interessant zijn. Maar wat mij betreft 14,75 afwachten voordat je overweegt om in te stappen. Het is geen beleggingsadvies. Je moet je eigen analyse doen en kijken of zo'n aandeel als dit in jouw portefeuille past. Ik ben een heel andere belegger dan dat jij bent, dus kijk daar heel goed naar. Ik heb deze aandelen in mijn bezit. Ik ga deze ook kopen als ze daadwerkelijk doorgaan. Dus hou daar ook even rekening mee. Ik heb geen vergoeding gekregen om deze video te maken. Dus wat dat betreft is het niet zo dat het bedrijf heeft gezegd van kan je even pushen. Zo is het dus zeker niet. Daar wil ik het bij laten. Vond je video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan. Druk dan ook op belletje. Krijg je een notificatie als ik een volgende video gemaakt heb. Ga ook naar www.beursbox.nl en schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Tot de volgende keer. Houdoe.